Een groot drama hier in deze stallen in Middelharnis. Honderden varkens vonden de dood als gevolg van de hitte in combinatie met een falend ventilatiesysteem. Maar wat ik wel heb vernomen is dat zij in de ochtend, in de vroege ochtend, hebben gedetecteerd dat de ventilatie niet meer functioneerde. En in combinatie met de hitte van dit moment, de extreme hitte van dit moment, is dat heel veel varkens dus fataal geworden. De varkens zijn gestikt, begrijp ik? Wat de precieze doodsoorzaak is, dat weet ik niet. Het is in ieder geval het gevolg van een combinatie van het uitvallen van het ventilatiesysteem en de hoge temperaturen. Daar is dus gewoon te weinig verse lucht bij gekomen. En dan ja, in combinatie met die hoge temperatuur heeft tot de dood van deze varkens geleid. Zoals het bedrijf hier georganiseerd is. Als er geen storing was opgetreden, had ook deze hitte geen probleem opgeleverd. De daadwerkelijke sterfte is echt veroorzaakt door het feit dat de ventilatie is uitgevallen. Ja. Dus we kunnen hier niet spreken van iets wat het bedrijf aan te rekenen is, in die zin dat het een plan had moeten hebben voor deze hoge temperaturen. De ventilatie zou in normaal gesproken, als die niet uit zou vallen, voldoende moeten zijn om ja, de dieren gewoon van voldoende verse lucht te voorzien. De Partij voor de Dieren gaat kamervragen stellen over de gebeurtenissen in Middelharnis. De partij waarschuwt al langer voor het gevaar van geautomatiseerde systemen in stallen en pleit daarnaast ook voor een nationaal hitteplan voor dieren.